Welkom bij Vlaams Parlement TV, welkom bij het gesprek. Wie zijn nu eigenlijk die nieuwe Vlaamse ministers? Wat betekenen hun bevoegdheden? Wat zijn hun kansen en wat zijn de valkuilen? En zijn ze capabel om dat regeerakkoord uit te voeren? Wat moeten we onthouden van die 300 bladzijden? Ik spreek erover met professor politiek en openbare financiën aan de Universiteiten Gent en Brussel, Hernan Matthijs. Dag professor. Goedendag, welkom. Ja. Goeiedag en even naar gisteren. U bent expert begroting. U bleef waarschijnlijk ook op uw honger zitten. Een regeerverklaring zonder budgettaire cijfers. Wel, inderdaad, er is geen budgettair kader bij gemaakt. Dat is ook niet de eerste keer in de geschiedenis. Het is meestal wel zo dat er inderdaad een plan voor een nieuwe regering wordt voorgesteld, een bestuursplan voor de volgende jaren, waar de begrotingstabellen, ja, dat is wat de traditie in het land, die laten wel meestal dagen, weken op zich wachten, omdat men er ook van uitgaat dat dat niet onmiddellijk een effect heeft, omdat velk een begroting 2019 bestaat. Hè. Ja, er is eigenlijk een begroting. Ja. We herinneren wel, het leek wel de traditie ook bij de vorige regering Bourgeois of na een regeerverklaring, dat je die cijfers wel krijgt. En we hoorden ook oppositie, maar ook bij meerderheid, zelfs hier gisteren de nieuwe voorzitter van het parlement, Lisbeth Homans, dat ze die cijfers wel willen. Hè. Het was meteen colère in het parlement. Wel, zo hoort het natuurlijk ook. Hè. Het is de taak van de oppositie to oppose the government. En het is inderdaad, je kunt moeilijk natuurlijk een globaal debat voeren over een nieuwe regeringsverklaring, zonder dat je natuurlijk een budgettair kader heeft en een budgettaire tabel heeft. Dat is morgen al, hè, vrijdag, het grote debat. Jan Bon die spreekt over, we gaan naar de nieuwe Roaring Twenties qua investeringen, 1,6 miljard. Terecht, als je erover debatteert, dat je ook weet of wil weten van waar dat komt. Men zal inderdaad toch eens moeten aantonen inderdaad, waar dat een aantal zaken worden bespaard. Als je de 300 bladzijden leest, kun je er wel een aantal zaken uithalen, zoals inderdaad het afschaffen van de woonbonus. Maar dat gaat in eerste instantie niet zoveel opbrengen. En natuurlijk, aan de andere kant, zijn er heel veel plannen gelanceerd, zoals nog eens investeren in het onderwijs, nog eens investeren in de zorg, de gehandicaptenlijsten en zo verder. Dus het gaat aardig wat geld allemaal kosten, al die tientallen plannen van die drie regeringspartijen. En dat zal toch wel ergens moeten gecompenseerd worden, als men ook nog eens in 2021 in een evenwicht zou willen gaan. Wat heel snel is, hè? Wat heel bijzonder snel. En men zit trouwens nog met een deficit van dit jaar van 600, 700 miljoen. Dus die 21 is snel. Eens was het klonk eerst 24 tegen 2024. Plots is dat 3 jaar vroeger. Ja, van waar komt dat plots? Wel, ik denk dat men inderdaad niet riskeert om inderdaad te zeggen van kijk, we gaan tot 24 een deficit rijden en dan het laatste jaar een evenwicht, dat gelooft niemand. Hè? Ik bedoel, als je een begroting moet saneren, dan moet je dat de eerste jaren doen en achteraf daar de politieke budgettaire vruchten van plukken en zorgen dat je een evenwicht geraakt om in zelfs een overschot tegen de volgende verkiezingen. Maar het lukt nooit, nergens trouwens, om te beginnen met deficit en dan te zeggen we gaan de tweede helft naar een evenwicht. Dat gaat politiek nooit lukken. Dus als je het nu wilt doen, dan moet je het heel snel gaan doen natuurlijk. Hè? Ja, nog iets. U haalde het net aan en dat kreeg al veel weerklank. Dat is die woonbonus die wordt afgeschaft. Er is dan berekend dat dat voor een gemiddeld koppel op een lening van 25 jaar 37.000 euro kan zijn. Dat is maar een voorbeeld, maar heeft men het effect of de reactie daarop onderschat? Ik hoor of ik de echo's van een turteltax. Ik doe dat. Dit is een verkapte belastingsverhoging, hè. Dat is één. Ja. Twee, dit is natuurlijk een principe, denk ik, waar men toch eens goed over moet nadenken. Het is natuurlijk nog niet uitgevoerd, maar ik denk dat de woonbonus, die kost geld. Dat is een traditie, zeker in Vlaanderen, want Vlaanderen is een land met een gebied veilig met heel veel eigen woningen. We zitten aan 80% eigen woningen. Dat is in Brussel en Wallonië geraken we niet aan dat cijfer, maar we moeite aan 50%. Maar dat heeft natuurlijk ook wel een belangrijk aspect. Daardoor zijn er natuurlijk heel veel mensen in Vlaanderen die een vierde pensioenpijler hebben, een eigen woning. Want als je natuurlijk een gebied of een land moet besturen waar een groot deel van de huizenmarkt gehuurd wordt, dat is een zwaardere kost als je natuurlijk met een oudere bevolking zit. Langs de andere kant is het ook altijd een stimulans, denk ik, geweest voor een bepaalde sector die heel arbeidsdynamiek is van uw economie, namelijk de bouwsector. En men heeft altijd gezegd van kijk, door die woonbonus worden de prijzen opgedreven van de huizen. Dat is misschien een aspect, maar dat is niet volgens mij het doorslaggevende aspect. Die studies zijn een heel belangrijke zaak vergeten. Dat is natuurlijk door het demografische effect dat de bevolking heel snel gestegen is, is natuurlijk de vraag veel groter dan het aanbod van gronden en van gebouwen. En dat heeft de prijs de hoogte in gejaagd. Dus niet alleen die woonbonus zoals je nu leest, wat een reden was voor hen om daarvan af te stappen. Dus ik ben er ook niet van overtuigd dat dat een groot succes gaat worden. Ja, ja, ja. En zeker voor deze drie partijen die je toch centrum-centrum-rechts moet catalogeren voor hun kiezerspubliek,
denk ik dat ze daar nog eens serieus over moeten gaan slapen richting 24, want dat gaat anders heel veel staan. De middenklasser die koopt en bouwt. Ja. Oké, er is een pak informatie op ons afgekomen de voorbije dagen. Dat regeerakkoord, de regeerverklaring, de ministerposten. We gaan daar eens doorgaan, maar langsheen de persoon van elke minister, de hoofdrollen in deze regering, de glansrollen, ook de bijrollen natuurlijk. En dan beginnen bij minister-president Jan Bonne. Die kenden we al als eerder Kamerlid dan fractieleider vice-premier. Voorheen een hele pedigree in de Vlaamse beweging, Vlaamse volksbeweging. En dan nu, zoals Flamingaan te doen, de mars doorheen de instellingen, de hoogste post eigenlijk, minister-president. Wat is zijn grootste troef? Wel, ja, Bonne heeft natuurlijk politieke ervaring. Hij heeft natuurlijk al op het federale niveau meegespeeld, dat toch eigenlijk een hogere klasse is dan het Vlaamse niveau. Opvallend is wel dat hij nu voor Vlaanderen kiest. En dat zie je eigenlijk bij heel veel partijen de laatste weken en maanden. Er is een pure leegloop op federaal vlak. Iedereen begint daar weg te gaan. En dat zie je dus ook bij de N-VA, want uiteindelijk is Jan Bonne ook verkozen op de Kamerlijst. En uiteindelijk gaat iemand van die de Kamerlijst trekt in het belangrijkste kiesgebied Antwerpen Vlaams minister-president spelen. Net zoals Waldemir, die ook meegaat. Die ook meegaat. Dus een opvallend gegeven bij de N-VA. Dus twee verkozen Kamerleden van een federale Kamer in een Vlaamse regering komen zetelen. Kijk, Jan Bonne krijgt een aantal bevoegdheden daar ook bij. Hij zal natuurlijk eerst moeten slagen om die ploeg te leiden. Het zal ook niet gemakkelijk zijn met drie partijen, drie verliezende partijen van 26 mei. Dat is al per definitie een grotere uitdaging dan dat je met drie winnaars een regering moet maken. We staan ook voor heel belangrijke uitdagingen. Hij wordt ook bevoegd door ICT, ja, dat zal hij wel kennen, maar gezien zijn opleiding van informatica. Ja, informaticus. En hij krijgt er opvallend ook cultuur bij als minister-president. Dat vinden we fijn. Daar is wat discussie over. Is het net goed dat het bij de minister-president zit of anderen? Ik hoor ook stemmen in de cultuursector die zeggen ja, dat is dus weer een portefeuille die stiefmoederlijk wordt behandeld. Niet per definitie, maar ik veronderstel dat dat een deal is geweest als de CD&V namelijk media kreeg, dat dan inderdaad cultuur bij de andere partijen zou komen. En dat is nu goed bij de minister-president gekomen op zichzelf, denk ik. Of dat nu bij de minister-president zit of bij een andere minister, want dat had evenveel geld, had het bij een minister kunnen zetelen die binnenlandse zaken en bestuurszaken heeft. Dus op zichzelf is dat wel. Maar het is wel opvallend gegeven dat het hier gecombineerd wordt met minister-presidentschap. Ja. Maar men kan even goed zeggen van kijk, je ziet hoeveel belang dat men hecht aan de Vlaamse cultuur, want dat komt bij de minister-president. Voilà, het is maar hoe je het dan bekijkt. Het is maar hoe het is verkoopt. Hè? U zegt, zijn troef is die politieke ervaring, vroeger achter en nu al een hele tijd voor de schermen. Naar welk soort minister-president gaan we? We weten een Jan Bonne, dat is niet de grote ideoloog zoals een Bart De Wever, eerder een doener. Hij heeft ook een historiek als manager in de private sector. Karel Drabbe van Doorbraak zei ooit, dat is de CEO van de Vlaamse beweging. Wordt hij die PDG, die CEO van de Vlaamse regering, die stijl? Wel, dat zal hij nu moeten bewijzen natuurlijk, hè, want Jan Bonne heeft natuurlijk nog nooit een echte regering geleid. In de federale regering stond hij onder Michel, was vicepremier. Dus nu de eerste keer dat hij een ploeg moet leiden. Sommige van die mensen in de Vlaamse regering hebben al ervaring, zoals Ben Weitz bijvoorbeeld, die zat er al in. Maar je hebt er natuurlijk wel een heel, zoals Hilde Krivets, maar je hebt er een heel bende in die regering die volledig nieuw zijn. En dat zal hij inderdaad met drie partijen en inderdaad met de belangrijke budgettaire uitdagingen zal hij inderdaad toch wel snel de zaak moeten managen als hij inderdaad op vrij korte termijn naar begrotingsevenwicht wil gaan. Heeft hij niet veel tijd te verliezen natuurlijk. En ook de ploegmanager, zoals u al zei, een ploeg van verliezers electoraal, maar ook een ploeg die een geschiedenis heeft van gekibbel. Hè. Zijn politieke postuur zal van pas komen, letterlijk en figuurlijk. Ja, het is inderdaad, en men kan zich moeilijk veroorloven om nog eens een kibbelkabinet te zijn. Want deze drie moeten met elkaar verder. Dat was op 26 mei s'avonds onmiddellijk duidelijk. Er is verder geen andere mogelijkheid, nog politiek, nog mathematisch. Dus moesten die drie met elkaar verder. En je merkt dan ook dat het toch wel moeilijk is gegaan dat we verder toch hebben moeten wachten tot 1 oktober. Dat de Vlamingen de allerlaatste waren voor de eerste keer in de geschiedenis die een regering hadden. Een record, hè? Begonnen met een record. Een record in de slechte betekenis van het woord. We zagen hem hier gisteren ook bezig, kort tegen de oppositie die tussenkwam na zijn regeerverklaring. Dat was opvallend fors. Hij gebruikte de woorden belachelijk, hij verwees van ik zie je wel in de commissie. Plots een heel andere stijl dan die voorzichtige of sobere noblesse van een Geert Bourgeois. Dit is meer power, hè? Dat zal er ook wel in zitten. Dat is typisch voor Jan Bonne, denk ik. Dat is niet een notaris type van Geert Bourgeois natuurlijk. Maar langs de andere kant zal natuurlijk ook wel een harder oppositie worden, gezien
Dat natuurlijk het Vlaams Belang daar enorm gegroeid is. En dat ook de linkse partijen, de Partij van de Arbeid erin gekomen is, zal het inderdaad toch wel ideologisch veel harder aan toe gaan in het parlement. Ja, ja, verder bekant langs beide kanten. Hè. Dan gaan we naar in vrij willekeurige volgorde, alhoewel in deze niet. Hè. Hilde Krevits, dat is degene met de langste staat van dienst in die Vlaamse regering. Oh, grote portefeuilles, mobiliteit, vorige keer vissen en onderwijs, nu opnieuw vissen en werk. En kan je zeggen, met de exit van Beke als voorzitter, Chris Peeters in Europa, Hilde Krevits nu de belangrijkste CD&V'er? Wel, zeker in de Vlaamse regering blijft ze het CD&V. Ja. De uitdaging blijft natuurlijk wie dat de nieuwe voorzitter gaat worden van het CD&V. Want die zal natuurlijk hij of zij de lijnen moeten uitleggen voor de toekomst. CD&V is welk mathematisch een aantal zetels de grote verliezer van 26 mei geweest. Onverwachte grote verliezer, want dat velk amper iemand zien aankomen. En dat zal natuurlijk wel van belang zijn, maar Hilde Krevits kiest duidelijk voor het Vlaamse niveau. Hij gaat dus niet voor haar voorzitterschap, tot op dit ogenblik niet. Ze is ook wel lang genoemd, hè? Als, dikwijls als... genoemd, maar ze wil het blijkbaar niet. Nee. Dus zal ze de prima donna blijven in de Vlaamse regering, en toch een opvallend gegeven dat zij de nummer 1 blijft in de Vlaamse regering en dat Walter Beke, die voorzitter is, velk onder haar komt in de Vlaamse regering. Ja, hij is nu een vakminister, zei de vissen. Ja. Moet Beke nu luisteren naar Krevits? Ja, daar zit je natuurlijk voorlopig bij het CD&V in een heel rare toestand, dat Beke veilig in de Vlaamse regering hiërarchisch onder Hilde Krevits staat, maar natuurlijk als partij, voorlopig nog als partijvoorzitter, er langs de andere kant toch nog boven staat. Maar goed, iedereen weet dat Wouter Beke zichzelf niet gaat opvolgen als partijvoorzitter, dus hij gaat natuurlijk dus een ondergeschikte rol onder Hilde Krevits krijgen in de Vlaamse regering. Dus een pure vakminister zal hij nu worden, want het intermezzo op federaal niveau was te kort om daar een beoordeling te maken van Wouter Beke natuurlijk. Hè. Ja, over Krevits, toen daar door de partij dinsdag werd beslist wat hun rol zou zijn in de regering, zei Chris Peeters, bekend van de vorige federale regering, dat CD&V voor het evenwicht zal zorgen. Bij N-VA zei men dan dat diezelfde Chris Peeters jarenlang op de bagagedrager zat, op de remblokjes duwde. Wordt dat die nieuwe rol van Hilde Krevits om op de bagagedrager te zitten, volgens N-VA-interpretatie? Wow, ik denk dat alle drie partijen natuurlijk nu in een situatie zijn geraakt dat ze alle drie serieus hebben verloren. Ze gaan alle drie natuurlijk zo snel mogelijk in de peilingen terug willen stijgen. Ze hebben natuurlijk wel 5 jaar, maar ze staan alle drie voor belangrijke uitdagingen natuurlijk. Hè. De VLD en het CD&V zijn serieus teruggevallen tot relatief kleine partijen als je dat ziet. 19 zetels voor het CD&V, 16 voor de VLD. Langs de andere kant de 35 van de N-VA, daar zijn er ook nog 8 afgegaan. Ja. Dus er staan alle drie voor belangrijke uitdagingen. Maar ik denk dat geen een van de drie er belang bij heeft om daar 5 jaar interne ruzie te gaan maken. Dat gaat alleen natuurlijk Tom van Grieken zijn partij en de Partij van de Arbeid dan winnen. Hè. Laatste vraag over haar bevoegdheid, werk. Dat is een van die pijlers van deze coalitie. Betekent ook wel dat zij ervoor zal moeten zorgen dat die langdurig werklozen langer dan 2 jaar gemeenschapsdienst gaan vervullen. Ik hoor de vakbonden uit haar zuil nu al klagen. Ja, dat zal allemaal nog moeten uitgevoerd worden, al die plannen natuurlijk. Daar zal nog heel veel overleg voor nodig zijn. Maar langs de andere kant heeft mevrouw Krevits ook wel andere belangrijke bevoegdheden, zoals landbouw bijvoorbeeld. Ja. Wat niet onbelangrijk is, zijn visserij in West-Vlaanderen. Haar kieskring natuurlijk, vergeet dat niet. En ze blijft natuurlijk de eerste vice-minister-president. Ze komt natuurlijk in alle dossiers tussen in het kernkabinet van de Vlaamse overheid. Hè. Ja. De volgende die daar ook zal inzitten is Bart Somers, ultieme comeback-hit eigenlijk in het Vlaamse landschap. Ooit zelf nog minister-president geweest. Als voorzitter van VLD met pek en veren beladen terug naar Mechelen gestuurd na nederlaag. Dan de superburgemeester geworden. Partij voert zelfs campagne met hem. En nu is hij daar. En als die regering in 3 luik is, met werk en onderwijs, integratie. Hij had het al geclaimd nog voor hij begon. Ja, Bart Somers, dat zijn veel mensen vergeten, maar dat is geen neofiet in de Vlaamse regering. Ja. Die is ook minister-president, begin van de eeuw geweest, na Patrick de Waal, toen die federaal is gegaan. Hij is een succesvolle lokale verkiezingen geweest van oktober vorig jaar in Mechelen. Absoluut een meerderheid gehaald met de stadslijst. Een kartel liberalen met groene, Calvo. En moet het nu terug Vlaams gaan waarmaken. Die heeft een vrij homogeen pakket van bevoegdheden feitelijk. Wat bij de meeste Vlaamse ministers niet het geval is. Veel heterogene pakketten, maar bij deze Somers... Ja, inderdaad. Er zijn vele bij wie de mix eigenaardig een complete mix, is. Ja. En ingewikkeld voor henzelf. Maar bij deze is het nu wel Bart Somers vrij homogeen. Dus binnenlands bestuur, bestuurszaken en feitelijk dan samenleving, integratie.
Dat zijn natuurlijk pakketten die heel belangrijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat men in Vlaanderen toch nu af wil van de statutaire ambtenaren, dat men ook eens wil gaan saneren in het onoverzichtelijk ambtelijk landschap in Vlaanderen. De fusies van gemeentes, wat men daarmee gaat doen bijvoorbeeld, ook de pensioenproblemen van de gemeentes, is allemaal op de tafel van Bart Somers, maar ook langs de andere kant heel die migratie en de inburgering natuurlijk, die de afgelopen jaren altijd bij N-VA heeft gezeten. En nu, opvallend, bij de liberalen komt natuurlijk... Misschien de minister die het meest gelukkig is met zijn portefeuille op die manier? Ja. Hij gaat natuurlijk proberen om het Mechels model op Vlaams niveau te introduceren. Maar de vraag is natuurlijk of dat in de praktijk allemaal wel mogelijk is. Ja, want dat moet nu wel blijken. Hij heeft daar campagne mee gevoerd. En alle respect voor Mechelen. Ik ben van Antwerpen, maar het blijft een middelgrote stad om dat uit te rollen over een hele samenleving. Dat is nog iets anders. Hè. We gaan ook resultaten moeten zien. Ja, dat is zeker geen certitude om inderdaad een... Mechelen is een belangrijke Vlaamse stad. Maar om dat natuurlijk over heel Vlaanderen... Dat is natuurlijk wel iets anders. Hè. Maar goed, hij heeft een heel homogeen pakket en een zeer belangrijk pakket. En dus ook vice-minister-president. Hij heeft het woord die integratie, had hij als het ware in de campagne al gedaan, omgedoopt in een samenleven. Dat klinkt al heel anders, minder dwingend. Hij zal ook moeten bewijzen dat dit akkoord niet de stempel op dat vlak draagt van dat Vlaams Belang. Ja, daar is natuurlijk heel wat over gediscussieerd geweest. Men heeft heel lang gepraat met het Vlaams Belang. Maar goed, aangezien er geen derde partij direct of indirect wil steunen, was een dergelijke regeringscoalitie niet mogelijk. Maar men zal natuurlijk op dat hete hangijzer van migratie en integratie toch wel iets moeten doorforceren, gezien het belang dat het kiezerspubliek daaraan hecht. Want anders gaan ze 24 opnieuw worden afgerekend op dat dossier. Hè. Het Vlaams Belang gaat niet anders vragen dan dat het volledig mislukt natuurlijk. Hè. Oké, mijn volgende andere nieuwe minister is Matthias Diependalen, allang in de subtop van zijn partij, fractieleider. En die zien we nu, we kijken uit naar zijn eerste optreden, want hij is de minister van de centen, hè, begroting en financiën. Zou die nu al aan het rekenen zijn? Dat denk ik, hoop het voor hem. Maar hij krijgt natuurlijk financiën en begroting. En Vlaanderen heeft altijd de goede gewoonte gehad om financiën en begroting bij dezelfde minister te zetten. Tegenstand tot federaal vlak. Ja. Ik denk dat die Vlaamse aanpak altijd veel beter is geweest. Kijk eens dan voor belangrijke uitdagingen. Het tekort van dit jaar wegwerken. Begrotingstabellen maken voor het regeerakkoord. En dan ook inderdaad al beginnen aan de voorbereiding voor de begroting 2020. Dus er zijn wel genoeg uitdagingen inderdaad voor de nieuwe minister van Financiën en Begroting. Tot nu toe is dat in Vlaanderen niet zo'n een heel moeilijk departement geweest, omdat tot heden Vlaanderen relatief heeft kunnen overleven, zelfs met een heel moeilijke, bijzondere financieringswet, met lage economische groei en met lage inflatie. Maar nu gaan we het bij ons toch ook wel voelen hoor. Ik geef toe dat de Franse gemeenschap en het Waals gewest en Brussel daar veel meer problemen al van hebben, maar wij gaan dat toch ook wel de volgende jaren hebben. Dus in Vlaanderen zal men inderdaad ook de ambtenaren moeten gaan bijscholen in hoe dat men moet besparen. Ja, want u zegt ook het economisch gesternte of dreigt aan te veranderen. Denk maar aan de Brexit. Tegelijk rekent men voor die begroting ook op het effect van de creatie van 120.000 jobs. Dat staat niet in de sterren geschreven dat die hier komen. Het lijkt momenteel voor Matthias Diependalen allemaal nog een blanco check. Wel, hij heeft natuurlijk het voordeel dat hij als fractieleider de laatste jaren ook een overview heeft gehad. Hè? Ja. Heeft wel een helikopterzicht gehad over hoe dat allemaal werkt. Dat is toch het voordeel van fractieleider te zijn. Dus financiën en begroting heeft dat ook wel bekeken. Maar nu staat er toch wel een heel belangrijke uitdaging. Want inderdaad, 120.000 nieuwe jobs creëren, dat is een zeer goed voornemen. Maar we moeten er onmiddellijk ook eerlijkheidshalve bij zeggen dat veel van die... sleutels om dat te creëren, federale bevoegdheden zijn waar Vlaanderen weinig aan kan doen. Vlaanderen kan wel iets doen, maar belangrijke, zoals de sociale zekerheid en de fiscaliteit, personenfiscaliteit, zitten grotendeels allemaal nog op federale niveau. Dus in eerste instantie denk ik dat Matthias Diependalen de volgende maanden een besparingsminister zal moeten zijn om de zaak terug op orde te krijgen richting een begroting in evenwicht. Want deze coalitie kan zich onmogelijk permitteren om die begroting volledig te laten exploderen richting 2024. Want dan gaat men electoraal volledig afgaan. Ja, die is dus een belangrijke, maar ook moeilijke post. Of hij zal streng moeten toekijken. Hij zal streng moeten doen. Hij zal misschien wat in de leer moeten gaan. Wat men in Nederland heeft gedaan met Jeroen Dijsselbloem. Heel strikt rentmeester zijn, dat zal hij moeten zijn. De rentmeester van de Vlaamse regering. Ja, en inderdaad zorgen dat zijn ambtenaren op les gaan en eens leren besparen. De rentmeester van de CD&V is nog even Wouter Beke. Misschien de door zijn partij vergeleken met andere meest gecontesteerde kandidaat, die nu minister wordt, Vlaams minister, na een tussenstop in de federale regering.
Ja, heeft hij voor zichzelf gereden? Ja, omdat natuurlijk Beke natuurlijk aan dergelijke verkiezingsnederlaag moeilijk kon aanblijven als voorzitter. Dat was ook al onmiddellijk duidelijk. Ja, wat schiet er dan over? Zorg dat geen regering komt. Natuurlijk is ook vrij jong Beke, ja. Voor hen in de 40. Dus dat federaal was natuurlijk een intermezzo. Dat hij nu Vlaams gaat meespelen, ja, dat is in de logica der zaken. Ik denk dat elke politieker die voorzitter is en die weet van kijk, ik moet hier toch weg op basis van het resultaat van de verkiezingen, zorg dat geen regering geraakt. En dan zien we wel verder. Het is nu toch tot 2024. Hè. Hij is er dan wel ingeraakt, maar bij de partij hoorde je, ja, welzijn, daar is weinig mee te winnen. Ja, dat weet ik niet, want dat is uiteindelijk toch het tweede belangrijkste budget in Vlaanderen. Het gaat over iets meer dan 13 miljard. Onderwijs is het hoogste met een derde 14 miljard. Dat is een super portefeuille budget. Een super portefeuille op een totaal van 47 miljard. Dat is dan heel belangrijk. Het tweede belangrijkste budgetdepartement. Dus. Maar je hoort hem al zeggen, het is een departement waar het budget de noden nooit helemaal zal kunnen dekken. Het is een minister die op voorhand al toegeeft, het zal niet genoeg zijn. Nee, omdat je natuurlijk in sectoren zit, zoals de gehandicaptenzorg, de bejaardensector. En je hebt natuurlijk ook het ziekenhuisbeleid. Ja, je gaat nooit genoeg geld hebben om iedereen zijn wensen te kunnen vervullen. Dat is juist. Maar de laatste jaren is toch heel wat meer geld bijgekomen. Dus daar kun je toch wel iets doen qua beleid, denk ik. En de afgelopen jaren is daar ook wel iets gedaan, hè. Welzijn sluit aan bij de zuil daar. Ja. Ik maak weer de vergelijking met de vorige regering. Zal dat departement dan, zal die Wouter Beken het sociale gelaat van deze regering zijn? Dat zal hij een dofies moeten zijn, gezien hij welzijn heeft natuurlijk. En de vorige regering had het CD&V natuurlijk geluk. Ze hebben toen heel handig gespeeld in 2014, dat ze zowel onderwijs als welzijn hadden. Ze hadden toen wel de twee belangrijkste departementen, dat heeft men nu niet meer toegelaten. En dus duidelijk dat de CD&V dan kiest voor welzijn en onderwijs naar de andere partij heeft laten gaan. Hè. Maar ja, natuurlijk voor de christelijke zuil heel belangrijk, want stel dat het een Bourgondische coalitie zou geweest zijn, dat zou natuurlijk wel dramatisch zijn geworden voor de christelijke zuil in Vlaanderen. Ja, andere nieuwe minister die ook federaal overkwam voor N-VA is Soual Demir, destijds verhuisd van Antwerpen naar Limburg, nu van gelijke kansen federaal naar die Vlaamse regering. Naar het schijnt, zei zij, toen ze hoorde welke ze bevoegdheden ze kreeg, ik ging haast in shock, want het gaat over energie, omgeving, complex, hè. Dat is inderdaad een voorbeeld van een zeer heterogeen pakket van mevrouw Demir. Ook opvallend natuurlijk, zij komt ook al van het federale niveau, federaal verkozen in Limburg. Opnieuw zo iemand, hè? Opmerkelijk. Weer al iemand die naar Vlaanderen komt. Dus de N-VA gebruikt inderdaad voor zijn ministers niet per definitie de Vlaamse verkozen, maar ook in belangrijke mate federale verkozen. Jan Diamon en Demir. Het gaat eigenlijk om de figuren eerder dan Winnie Vos. Dat is het punt, hè. Natuurlijk omdat in Limburg de lijsttrekker voor Vlaanderen van de PUT burgemeester blijft van Hasselt. Is er maar één oplossing, dat is namelijk Simil Demir naar de Vlaamse regering sturen als federale verkozen. Maar ze heeft een zeer heterogeen pakket. En denk ook een heel moeilijk pakket, want het is moeilijk op elkaar af te stemmen. Want energie ook, dat is een verhaal. We zitten daar wereldwijd in een transitie. Dat is vaak een verhaal van alsmaar schaarser en duurder. Ja, ze mag het gaan uitleggen. Hè? Daar heeft natuurlijk wel één geluk natuurlijk, dat in grote mate dat nog een federale bevoegdheid is. Hè. De Vlaamse bevoegdheden ten aanzien van energie zijn relatief minimaal. Maar desalniettemin is het een heel belangrijk dossier in die zin. De volgende jaren moeten daar heel belangrijke politieke knopen worden doorgehakt. Want anders gaan we hier toch wel eens in de winter echt zonder elektriciteit vallen. Hè? Ja, ze heeft dan ook omgeving. En dan ga je spreken over het vroegere bosplan, nu het woonplan, dacht ik. En dan kom je in de buurt van die baksteen in de maag. Misschien zwijgt ze er beter over de komende jaren als je naar de reacties kijkt destijds bij Schouwvliegen. Ja, ja, ik denk inderdaad de beton stoppen en woonbonussen afschaffen, die combinatie samen, dat is electoraal dodend. Hè? Ja. En de Vlaming wil zijn eigen huis en heeft geen goesting om te samen in een appartement gaan zitten met een paar honderd anderen. En dat de overheid dat oplegt, zich daarmee moeit. Hè? Ja, maar dat is moeilijk politiek natuurlijk. Hè? Ja. Benjamin Dalle, een verrassing die niet helemaal een verrassing was voor wie wat in de wedstrijd zit natuurlijk. 37 jaar, de jongste minister, geschiedenis in kabinetten. Hij hoort dan bij de partij, hij is onbekend nog bij het publiek, maar hij is getalenteerd en intelligent. Maar professor, ik ken veel getalenteerde, intelligente mensen, maar die daarom nog geen goed politicus zijn. Is hij echt bijzonder?
Ja, het is nu omdat Brussel bij het CD&V is beland, hè, de bevoegdheden Brussel, want dat had voor evenveel geld bij de N-VA kunnen belanden, met mevrouw Van Achter, maar dat is uiteindelijk bij het CD&V beland. CD&V heeft ook niet veel keuze buiten Benjamin Dalle om in Brussel daar minister te maken. Maar het is denk ik een voordeel nu voor het CD&V, die toch bij de verkiezingen van 26 mei in Brussel geweest zwaar hebben verloren en waren teruggevallen op één verkozene. Om nu feitelijk met minister Dalle te proberen om dat terug op te bouwen. Dat is wel het voordeel voor hun, denk ik. Dus vanuit Vlaanderen, ja, met die Brusselse poot versterken. Versterken, want dat was wel politiek voor hun een groot probleem op 26 mei. Heeft ook jeugd, dat is natuurlijk electoraal minder belangrijk, maar media heeft het er wel bij gekregen. En daar zal inderdaad ook wel de volgende jaren iets mee moeten gebeuren in het medialandschap in Vlaanderen. Sector waar veel gebeurt. Ja. Eigenlijk hoor je, hebben we van de vorige mediaminister vrij weinig gezien. Maar denk bijvoorbeeld aan die VRT, daar zou het verder richting besparingen gaan, opnieuw met minder mensen. Dat is dan met die nieuwe beheersovereenkomst, maar dat is altijd een stevige kluif. Hè. Dat is, een politiek moeilijke kluif, maar ook een interessante kluif, omdat er heel veel technologische uitdagingen zijn. Langs de andere kant, de VRT kost ook 300 miljoen per jaar. Als er dan toch moet bespaard worden, ja, is dat al onmiddellijk een groot pakket natuurlijk. Hè. En men kan zich natuurlijk ook wel de vraag stellen of een openbare omroep inderdaad 3 tv en 6 radionetten moet hebben. Hè? Ja, moeten we überhaupt trouwens een minister van Media hebben? Ja. Is dat iets dat... Ja? Op zichzelf zou dat niet nodig moeten zijn, maar politiek vindt men dat natuurlijk nog wel, omdat men dat niet wil loslaten natuurlijk, is in het belang daarvan. Hè? Nog even over, dan moeten we kijken naar CD&V. Was Benjamin Dalle eigenlijk het toegangsticket van Wouter Beek om toch in die regering te geraken? In de zin van, ik neem een jongere mee, hier de vernieuwing? Dat denk ik niet. Ik denk dat het lange tijd een discussie is geweest of het 5-2-2 zou zijn, systeem Dont of 4-3-2. En dat men natuurlijk met de voorzitter van het Vlaams parlement, dat voor evenveel geld bij het CD&V had kunnen komen in een 5-2-2-verdeling. Maar aangezien er een oplossing moest gevonden worden voor Lisbeth Homans, en dat is die uiteindelijk op de voorzitter gekomen van het Vlaams parlement als eerste burgerin van Vlaanderen. Ja, en daardoor moest de CD&V natuurlijk iets in compensatie krijgen. En Brussel is als wat de negende zetel. Hè, want dat is het minst interessante, waar geen enkele partij echt iets aan wil geven. Een beetje van moeten geven. Zo, we moeten nog maar eens. Maar ja, als dan toch iemand het moet pakken, en voilà, als je dat wat combineert met andere gemeenschapsbevoegdheden. Maar ik denk nu dat voor het CD&V belangrijk is dat ze daardoor het zware verlies van 26 mei in Brussel terug kunnen opbouwen. Ja. En dat zou Benjamin Dalle, is voor hem de belangrijke uitdaging, denk ik. Dan Ben Weitz, eigenlijk nu de meest ervaren Vlaamse minister in deze regering. Vorige keer mobiliteit, nu wordt hij vissen. En onderwijs was ook wat een verrassing. Het is geen man die zich daarop geprofileerd heeft. Nu goed, ja, alles kan. We hebben nog gedacht aanvankelijk dat Theo Franke daar zin in had. Maar het is Ben Weitz geworden, een verrassing. Ja, of het zo'n verrassing is, dat weet ik niet. De partij wou het echt, dus ja, eigenlijk is het... De N-VA wou onderwijs nu toch wel hebben. Daar is al heel wat over gezegd geweest. Men ging ook niet meer toelaten dat het CD&V zowel welzijn als onderwijs zou nemen. Dus moest het nu wel bij de N-VA komen, of bij de VLD. Maar goed, bij de VLD met twee ministers werd dat dan ook moeilijk. Zeker als mevrouw Rutte niet wou overkomen, kwam het bij de N-VA. Ben Weitz heeft natuurlijk al wat ervaringen. Hij heeft al 5 jaar in de regering gezeten, daarvoor actief geweest op kabinetten, op Vlaams niveau, ook op federaal niveau. Dus ja, altijd politiek gedaan, helemaal hier op dat Vlaams niveau. Ja. Hè, die is echt, en was nu ook al in de huidige regering, vorige regering Homans, vice-minister-president. Dus hij blijft dat ook. En onderwijs is natuurlijk wel budgetair het belangrijkste departement. Ja, daar is feitelijk ook heel wat over te doen geweest. Het onderwijs gaat ook al een hele tijd achteruit feitelijk. We zullen het dus terug naar omhoog moeten krijgen. Dat betekent dat we terug naar de core business zal moeten gaan, namelijk de kennisoverdracht en het lesgeven. En ik denk ook dat er deze eeuw veel te veel geld in het onderwijs is gestoken in zaken die met de core business niks te maken hebben, maar in administratieve en pedagogische zaken die niks te maken hebben met eigenlijke kennisoverdracht. Dus ik denk dat die minister inderdaad heel belangrijke uitdagingen heeft, want het onderwijs moet terug qua niveau naar omhoog, ja, zonder twijfel. Kan u over mee spreken als professor, het gaat ook over het hoger onderwijs, ook in dat regeerakkoord. Lydia Peters dan, het toegegeven, het zal bij het publiek ook zo zijn, we moeten ze nog wat leren kennen, heeft een jaar geleden Bart Tommelijn vervangen, nu opnieuw in die regering. Mobiliteit, belangrijk. Het moet zijn toch dat die... echt wel op de bovenste plank ligt bij Gwendolyn Rutten. Hè?
Wel, het aanduiding van de ministers is altijd het prerogatief van de partijvoorzitters. Hè. In dit geval bij de liberale Gwendoline Rutten. Het was natuurlijk zo, aangezien lange tijd is gedacht en gezegd ook in de media, Gwendoline Rutten gaat overkomen naar de Vlaamse overregering. Ja. Ja, dat wou natuurlijk ook zeggen, moest dat ooit gebeurd zijn, dat Gwendoline Rutten de vice-minister-president zou worden, niet Bart Somers. En daar heb ik altijd wel gedacht van, kijk, gaat Bart Somers vanuit Mechelen naar een Vlaamse regering komen om daar gewoon bij wijze van spreken minister te spelen? Ja. En Bart Somers ging alleen maar komen als hij vice-minister-president kon zijn. Dus duidelijk met deze keuze van Gwendoline Rutten dat zij natuurlijk op wat anders mikt. Federale niveau of eventueel partijvoorzitter willen blijven, want zeker twee van de drie regeringspartijen, het CD&V en de VLD, gaan de volgende maanden nog heel veel interne gehakketak meemaken met de voorzitterverkiezingen. En nota bene, ook de N-VA gaat volgend jaar naar voorzitterverkiezingen. Ja, al die partijen die besturen nu, die zoeken een nieuwe top eigenlijk. Dat moeten we ook nog meenemen in het verhaal. Nog even over mevrouw Peters als mobiliteit. Ook een moeilijk verhaal, zij dreigt de minister van de files te worden. Ja, dat weet ik niet. Dat is iets wat aan die post kan hangen. Ik krijg je dat opgelost, ook zonder kilometerheffing, kennelijk, in het regeerakkoord? Ik denk dat mevrouw Peters ook bij de aanduiding van de ministers uiteindelijk ook wel enigszins geluk heeft gehad, omdat de CD&V Wouter Beken uit Leopoldsburg erin heeft. En natuurlijk ook de N-VA uit Genk, mevrouw Dimier. Ja, moest de VLD ook wel iemand uit Limburg nemen. En Dilsum Stokken. En daar zat Dilsum Stokken, de burgemeester, zat er al in, mevrouw Peters. Op mobiliteit en verkeer, ja, dat is een moeilijk departement en niet. Ik denk dat dat een één is waar men inderdaad ten onrechte over de laatste 20 jaar te veel bespaard heeft. Dat ja, de laatste 20 jaar, er is een probleem qua investeringen in infrastructuur. Iedereen merkt dat op de wegen. En het gaat niet alleen over die gemeentewegen, maar ook zeker over de gewestwegen ook. En over de havens en noem maar op, en de luchthavens. Daar moet meer geïnvesteerd worden in de infrastructuur van het land. Dat is anders economisch dodelijk. Wordt zij de minister van de files? Ja, als we natuurlijk de laatste 20 jaar met meer aanbod van auto's op de wegen, door onder andere meer welvaart, meer bevolking en noem maar op, meer economische groei. En je gaat de laatste 20 jaar niks investeren in je infrastructuur van je wegen, ja, dan krijg je files natuurlijk. Zo simpel is dat. De kilometerheffing, dat leest voor in mijn ogen geen enkele oplossing. Dat is ook een asociale maatregel die niks gaat oplossen in mijn ogen. En ook een verkapte belastingsverhoging. Maar daar zullen inderdaad gewoon nieuwe wegenwerken moeten komen. Net zoals dat in Nederland ook wordt gedaan. Ja, men zal, dus eindelijk moeten gaan beginnen met die Antwerpse ring. Ja, die Oostwerwerken staan gepland. Ja, gepland, maar dat moet staan nu al jaren gepland, maar ze moeten nu ook eens gaan gebeuren. Hier, en natuurlijk, zij is van Limburg. En Limburg is nu wel typisch een provincie die al jaren en dag klagen over het feit dat zij die willen ook ontsloten worden. Ze willen makkelijker in het centrum van het land geraken. En die zijn natuurlijk die geld nodig afronden, hebben. Een laatste vraagje afrondend. Je voelt en je hoort ook bij deze minister-president, bij deze ploeg, dat ze Vlaanderen meer in de markt willen zetten als het politieke niveau. Zal met deze regering, het is ook een vrij sterke casting, de bekende figuren, zal het zwaartepunt politiek definitief kantelen naar Vlaanderen? Dat hangt af van de volgende federale regering. Het is inderdaad wel zo dat je dat ook in Wallonië ziet, met het feit dat Elio Di Rupo is overgegaan en dat Marcourt parlementsvoorzitter is. Maar dat gaat gewoon afhangen van welke personen in een volgende federale regering gaan komen. Dat is nog koffie die kijken. Dat is koffie die kijken, maar niet te vergeten dat op budgetair vlak en ook qua politieke macht, dat zit nog altijd federaal. Ja. Ondanks het feit dat federaal de regering in lopende zaken heeft. En daar is het nog wachten op, dan kunnen we misschien te gepaste tijden elkaar daarover spreken. Bedankt professor om uw licht hierop te laten schijnen, op alles wat deze week op ons is afgekomen. Bedankt u om te volgen en vrijdag kan je hier het debat volgen in het parlement over de regeerverklaring. We volgen dat live, begint al in de voormiddag om 10 uur, loopt door tot in de namiddag. En hier in de studio hebben we gesprekken met leden van meerderheid en oppositie. Tot dan.